We zijn nu in Bad Hoeverdorp en we zijn bij het prachtige huis De Meerwende. En wij gaan naar Bob en Evelien. En Bob, ja, die schijnt mij al heel lang te kennen. En dat is zo leuk. Dus ik ga ze verrassen. En Matthijs, die gaat uitleggen wat deze stoel betekent. Wie is daar? Wie is daar? Wat? Volgens mij ben jij Bob. Oh, wat mooi. En Evelien. Ja. Hallo. Oh, schat. Wacht dat jij. Ja, hij is ingeënt hoor. Ik heb nog 89 kinderen. Heb je 89 kinderen? Nou, ik heb maar één klein taartje bij me. Maar kijk eens wat ik meegenomen heb. Ik moet altijd heel even... bijkomen. Omdat ik gewoon vind dat hij het verdient. Nou, hij moest het huis uit en het was heel moeilijk. Ja, kijk. Kom goed. En ik dacht, ik zat in mijn eentje thuis en toen kwam dat voorbij. Dat ik dus van de stoel en van wat je allemaal goed doet, goed werk en alles. En toen dacht ik, nou, ik gun mijn man zo'n stoel. Ik ga gewoon dat een mailtje sturen. Maar ik heb er niet meer aan gedacht totdat ik opeens gebeld werd. Want ik heb nog nooit wat gewonnen of gekregen. En ik denk, dat hoor ik, dat doen zoveel mensen. Dus maar ja, ik denk, ik doe het. Eigenlijk moet jij dat ook even proberen. Hoe die zit. Ja, 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 ja. Dat is toch zo? Dat, ja. Dank voor alles, hè. Oké. Oké, dankjewel hoor. Dag. Dag. Ja. We waren vandaag in Bad Hoeverdorp bij de Meerwende. Een prachtig mooi huis. Waar heel veel lieve senioren wonen en... Nou, het was onvoorstelbaar wat ik hier weer heb meegemaakt. En ik zou zeggen tot volgende week. Want wat dan weer komt, ja, het is echt het allerleukste wat ik ooit heb gedaan. Matthijs? We gaan weer. Doei! En allemaal door Velderhof, hoor. Ja.